Oorlog, ja. Lichaam moest branden. Dat was het motto van de Duitsers, hè. In die molen van de Rijt, die was daar toen tegenover. En daar zaten de Duitsers. En op een gegeven moment, ja, nou, toen begonnen we daar te bombarderen. En toen hebben we wel in de kelders gezeten, beneden. Onder het huis, in die grote kelders allemaal. Maar dat was ook leuk, hoor. van die kleine vakjes, hè. Was, ja, net als hier het geval nog, tot nog toe is. Er waren een gedeelte voor aardappelen, bij wijze van spreken. Een gedeelte voor kolen, een gedeelte voor de inmaak, een gedeelte voor... Daar zat een stuk 12 aan die kant in de kelder. Een stuk 12 aan die kant in de kelder. En best een grote patten langs. Die gingen elkaar aan opzoeken. Dat was wel leuk. En op een gegeven moment, ja, nou, toen kwam het geroep dat we de kelder uit moesten. Dat was eind oktober zoiets. Rond die koers. Ja, met Christus Koning. We hadden net de feestgewaarden van de kapel opgeruimd. Van Christus Koning. En toen moesten we van alle reiniging moesten toen weer klaarmaken. Maar dat is niet meer gekomen. Dat hebben we dus niet meer gedaan. Dat ging niet meer. We konden niet meer naar boven. Dus, Hans, wat gebeurde er toen? Toen moesten we de kelder uit en Lucia moest branden. Dus werden al die mensen, die mensen zaten ook allemaal in de kelder, zover als kon. En het personeel natuurlijk, als die meisjes zaten er ook allemaal in. Nou ja, daar zat voor 100, 200 in totaal misschien. Kan makkelijk. Ja, zeker wel. En toen moesten we door de tuin, zijn we s'nachts of s'avonds laat, door de tuin naar die buren gegaan. En daarachter woonde een boer en die heette Struis, geloof ik, als ik het goed heb. Ik geloof dat hij Struis heette. Nou, en daar zijn wij toen ondergebracht en nog bij een andere boer ook nog gesteld. Maar we stonden allemaal zo alles uit te kijken. Want het Lucia moest branden en het heeft gebrand. Motorie. Dat heeft mij veel gekost. Dat Lucia moest branden. Nou, als je dat ziet, als je daar van die boer uit, was gewoon dan straks buiten staan. Ja, de zaak is goed in de gaten te houden, maar dat lukt. En op een gegeven moment zien we die toren. Nou, ik zie die toren nog naar beneden komen. En dan krijg ik het nog kwaad mee. als ik daar nou nog aan denk. Ze hebben vanuit de toren, hebben ze Lucia aangeschoten. Dat weet ik van goed, want lieve hemel. Dat was gepland. Dus waarom, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hoe weet u zo zeker dat het gepland was? Dat werd gezegd, van tevoren al. Door wie? Door de Duitsers en mensen die dat gehoord hadden, die vertellen dat wel. Dus jullie hadden al een voorgevoel, ja. Daar gaat het mis? Ja. Wij zijn wel vanuit de kelder, de tuin, door de tuin naar die boer gegaan. Dat weet ik dus heel goed. Ik zie me nog lopen. En er werd op dat moment niet meer geschoten, of wel? Ja, wel, er werd nog wel geschoten. Is niemand verongelukt of niemand heeft schade opgelopen van lichamelijke schade. Geslapen hebben we natuurlijk niet meer, want dat kon niet. En ze zijn ook nog gesteld naar het Witte Huis, daar ergens in Prinsenhagen. Stond het Witte Huis van een advocaat, ik weet veel. Want toen werden we overdag verdeeld in de posttoren. Hebben we toen ook een heel stel gezeten. Daar werd toen wel geslapen. En het kleine beetje wat we hadden, dat werd nog gestolen. We hadden niks meer dan hetgeen wat we aan hadden. We hadden allemaal kleren van Sint-Anna aan, van de meisjes van Sint-Anna. Die erachter zaten. Ja, dat kon niet anders. Wij hadden niks meer. En toen hebben we daar een tijdje gezeten, een paar dagen. En toen hebben we het huis gehuurd in de Liesbos. Het was een vakantiehuis voor de Joodse kolonie. Zo'n Joodse kolonie, hoe noemden ze dat toen? Het was tegen bij de paters van het Liesbos. Daar gingen we toen s'morgens naar de kerk. Want wij hadden geen kapel natuurlijk. Wij hadden met die mensen van Lucia, of ik weet niet hoeveel. Niet enigszins dat we konden. En wij als personeel zijn wij er ook naartoe gegaan. En daar zijn wij ook nog een jaar of anderhalf, twee jaar misschien. Totdat Sint-Anna opgebouwd was, want het was ook een beetje beschadigd natuurlijk.
En toen hebben wij daar ons ook bij gewoond. Was het Lucia totaal vernield door de brand? Radicaal. Radicaal. We hadden echt nog niks meer. Tot de grond toe afgebrand? Tot de grond. En wat door die toren kwam, ik zei, oh mijn god. En ik heb staan huilen als klein kind. Toen ik die toren zag vallen. Midden in het kerkpad. Middelpad van de kapel. Ja, dat was een grote ramp. Daar stonden wij. Degenen die buiten konden staan, of buiten liepen, die zagen dat gebeuren. Dan zag ik die vlammen hoger slaan. Ja. Wij hebben geen duisters gezien. Die schoten van bovenaf de molen. Wij hebben geen duisters gezien. Ze schoten het zo aan. Je rotmoffel, zeiden wij dat.